Een welgemeend en hartelijk welkom hier vanuit het Colosseum Alfonso Pérez. Genoemd naar die voetballer Alfonso van Real Madrid en Barcelona en Betis. Hij was nog maar 28 toen het stadion naar hem werd genoemd. En hij heeft er nooit gespeeld voor die club Getafe. Mijn naam is Siert de Vos. En de collega die naast me zit, die kent u ook, Jeroen Guter. En dit zou wel eens een cruciale wedstrijd kunnen worden in hun strijd tegen die dreiging van degradatie. Ik ben benieuwd. Deze wedstrijd, Jeroen, is een fantastisch affiche. Ja, dank je, Siert. Ja, als er één ding is dat we kunnen concluderen, dan is het wel dat dit seizoen niet helemaal volgens plan is verlopen. En dat is eigenlijk nog een understatement. Ze knokken tegen degradatie. Wie had dat gedacht? En ze hebben nu nog 3 punten nodig om toch in... De kans nu uithalen! Ja, die gaat erin! Oh, en met deze stand gaan ze het redden, Jeroen! Ik ga staan! Wat een sensatie! Ja, het is ongelooflijk, zie je het? Het is ongelooflijk. En als het zo blijft, dan hebben ze degradatie weten te ontlopen. Maar ja, ze zijn er nog niet, hè? Ze moeten het eerst nog maar eens zien vast te houden. En ze komen weer aan de bal. Taylor. Taylor. En de bal is voor hen. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Door die actie is hij de bal kwijt. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Nguyen. Met een tackle pakt hij de bal af. Hij schiet hem. Oei, het lijkt hier fout te gaan lopen. Nou ja, de vlag hoeft nog niet half stok. Maar jongens, we willen toch degradatie voorkomen, of niet? Ja, kom op zeg. Dit schiet niet op. Vandaag kun je je veilig spelen. Veilig. Maar ja, anders zitten we de volgende keer opnieuw met z'n allen in enorme spanning. Taylor. Op de vleugel voor een voorzet. Nguyen. Een tegendoelpunt. En dat is toch een flinke klap, hoor. Nu moeten ze 2 keer scoren om zich alsnog veilig te spelen. Nou. Ik denk dat ze het vooral moeten laten aankomen op de volgende wedstrijd. Want als je ze vandaag ziet ploeteren, nou, dan wordt het wel heel lastig. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Die pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. En nu snel schakelen voor de counter. En daar, ja, eindigt de counter.
Goed gehandeld. Anders was het een kans geworden. Doelkans! Die verdedigende actie was goed, maar het blijft gevaarlijk. Dat loopt goed af met die ingreep. Een flink duel om balbezit. Dit kan een goal zijn. Redding, super! Bal naar de andere partij. Nou, wat kan hij hiermee? Hij zit er goed tussen. De ruimte ingestuurd. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. En de bal weer teruggepaast. Moet een doelpunt worden. Een volley. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. En we hebben nu een stand van 3-1. Er komt 1 minuut bij. Afgefloten voor rust. Ze gaan de kleedkamers in met een stand van 3-1. Ze gaan de rust in met een welverdiende voorsprong op basis van een overwicht in de eerste helft. Ja, weet je wat me opvalt? Ze staan heel fris te spelen. Ze zetten goed druk. Hebben een paar mooie kansen gecreëerd. Dus ja, ze gaan gewoon verdiend aan de leiding hier. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Gayen. Kans op de aansluitingstreffer. Sterke actie van de doelman. En de bal niet meer aan de voeten. Hij mocht doorspelen op basis van de voordeur.
De lichten van de Johan Cruijff Arena branden en de tribunes stromen langzaam vol met supporters van beide ploegen. Goedenavond vanuit Amsterdam, beste kijkers. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar verzorgd door het duo Gruter en De Vos. En voor deze degradatiekandidaat is dit vandaag een kans om zichzelf in veilige haven te spelen. Dat zou een hoop onrust wegnemen. We hebben er zin in, mensen. Help eens weg. Hallo allemaal. Ja, ze hadden ongetwijfeld op veel meer gehoopt dit seizoen. Veel meer. Maar het is anders gelopen. En het is ook nog steeds niet voorbij. Op dit moment stevenen ze af op degradatie. Maar er is nog kans op ontsnapping. 3 punten moeten er dan worden gepakt en dan zijn ze in veiligheid. Geen. Dat was oppassen. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Niemand in de buurt daar. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Slechte paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Hij moet hier die voorsprong pakken. Ja hoor, het lukt ze gewoon. Met deze stand staan ze er geweldig voor. Ja, fantastisch. Siert, zo goed zelfs dat ze dan definitief degradatie weten te voorkomen. Maar ze zijn er nog niet. Het moet echt zo blijven en niet anders. En we wisselen weer van balbezit. Hoge steekbal, goed gezien. Ja, die gaat erin. Ahaha, dat begint wat te worden, Jeroen. Ja, en ze stonden er wel goed voor, hè. Maar met deze goal erbij kan het haast niet anders of ze ontlopen degradatie. Dat vind ik knap. Heel knap. Ziet er goed uit, hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander op zoek naar die opening. Dat loopt goed af met die ingreep. Hij let goed op en onderschept die paas. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Geen. Dit begint op een aanval te lijken. Bal kwijt aan de tegenstander, die daarmee het gevaar bezworen heeft. Nog steeds in aanval. Hij laat de tegenstander achter zich. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Oh, dat doet hij mooi, zeg! Heerlijke techniek! Genieten! De bezoekers blinken vandaag niet uit als het gaat om het percentage balbezit. Maar als alles zo blijft, dan zullen ze geen probleem. De nachtmerrie van elke speler, een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt, dat kun je maar heel moeilijk van je afschudden. Gewoon doorgaan, dat is het beste. Zo, 8 tellen voor iedereen. Ze moeten bijkomen van dat eigen doelpunt. Speelt hem hoog na die speler. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Hoe weet hij de bal nog te keren? Wat een redding! Fantastische reactie. Flitsend. Maar het was een gevaarlijke kopbal.
Dag kijkers en hartelijk welkom vanuit Parijs. Kun je daar ook lezen, hè? Boven op die borden staat ook Ici, c'est Paris. Vanuit de voetbaltempel van Paris Saint-Germain, het Parc des Princes. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja, vandaag, eigenlijk altijd, of we moeten overschakelen naar het Engels, man, maar doe dat maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grütter en mijzelf, Siert de Vos. En wat een belangrijke dag kan dit worden in hun verwoede strijd tegen degradatie. Het vergt toch een bepaalde manier van spelen. Nou, dit wordt me een wedstrijd, voorspel ik u. Redding, spel gaat verder. Ja, die gaat erin! Oh, en met deze stand gaan ze het redden, Jeroen! Ik ga staan! Wat een sensatie! Ja, het is ongelooflijk, zie je het? Het is ongelooflijk. En als het zo blijft, dan hebben ze degradatie weten te ontlopen. Maar ja, ze zijn er nog niet, hè? Ze moeten het eerst nog maar eens zien vast te houden. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Ruimte hier voor een voorzet. Taylor. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Listige steekbal. Oh, deze steekpaas ziet er zo goed uit. En dan is het net buitenspel. Ja, net aan hoor. Dit is echt pech. Die paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Dikker. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Cruciaal de ingreep bij die schietkans. En daarna hebben ze meteen de bal. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Ja, dit kan iets worden. En een schot. Ja, zo heeft het dus allemaal geen zin. Wees dan wat scherper in de verdediging. Want vandaag zou je je veilig moeten spelen. Ja, deze wedstrijd lijkt het niet te gaan lukken, hoor. Want een tegendoelpunt is het laatste waar ze op zitten te wachten. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Knap binnengehouden die bal. En dit ziet er behoorlijk dreigend uit. Snijdt naar binnen. Dat loopt goed af met die ingreep. Gaat dit wat worden? Hij houdt het schot tegen. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Een leep balletje diep. Gevaar is geweken, de bal is weg. Taylor. Al vroeg druk gezet. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. De bal kwam tegen een speler aan. Inworp. Goed er langs gegaan. Gevaarlijke bal, maar hij kan er net niet bij. En nu een inworp. De speler zit er op het juiste moment tussen. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Gevaarlijke boogbal in de loop gespeeld. Goed gepakt door de keeper. Komt de hoekschop in het midden? De tegenstander werkt hem weg. De verdediger doet zijn werk. Voorzet afgestopt. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen.
sterk ingegrepen. Ze kunnen weer aanvallen. Die kopper gaat naast, maar wat scheelt het nou? Dat was zeker geen onverdienstelijke koppoging, hoor. Richting het doel van de tegenstander. Tegenstander verovert in hun verdedigende linie de bal. Een uitgekiende steekpaas. Hiermee moet je uitkijken. De reactie van het publiek is duidelijk. Ze vinden dat hun team hier een strafschop is ontzegd. Retourneert de paas. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Beheerst gaan ze op zoek naar de voorsprong. De voorsprong dan nu? Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, is de voorsprong daar. Ja, vroeg druk zetten wordt hier beloond. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Die bal gaat naast, oh, maar wel goed geschoten, zeg. Ja, je ziet het, hè. Hij wil de bal gericht plaatsen. Maar dan mikt hij net niet nauwkeurig genoeg. Komt er een doelpunt aan? Nu dan misschien. Ja, koekoek! Ja, vroeger had je een boer, hè? Die heette Boer Koekoek. Niet van iemand die een vrouw zocht. Gewoon een doelpunt. Een hele belangrijke. Met deze score weten ze degradatie te ontlopen. Ja, zou het ze dan toch lukken, Siert? Het begint er nu echt op te lijken. Wat een spanning. Nou, ik ben benieuwd, hoor, of ze deze stand kunnen vasthouden. Hij werkt de bal weg. We gaan de rust in. En het scorebord zegt 2 tegen 1. We hebben een mooie eerste helft gezien hier, waar twee ploegen op jacht zijn naar de winst. Eentje staat ervoor bij rust. Ja, maar dan moeten we toevoegen dat ze elkaar nauwelijks ontlopen. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Netjes gedaan. Goed gezien. Nguyen. Taylor. Ah, dit is lekker. Hij laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Haha, tiki-taka, tiki-taka. Die jongens sturen ze van het kastje naar de muur. Ziet u wel, daar is het kastje, ja, en aan de overkant de muur. Een inworp. Al vroeg druk gezet. Op naar een doelkans. Oh, jongens, ik weet het. Het is geen geweldig seizoen geweest. Soms zelfs dramatisch. Maar jullie hebben nu de kans om degradatie te voorkomen. En doet het er dan ook! Ja, maar je ziet, met deze stand wordt dat toch helemaal niks. Ja, dan moet het maar bij de volgende wedstrijd gebeuren. Ik vrees dat er niks anders op zit. Ja, Cornelis Vreeswijk. Misschien wordt het morgen beter.
Oh, een kans om te schieten. Ja, die gaat erin. Oh, en met deze stand gaan ze het redden, Jeroen. Ik ga staan. Wat een sensatie. Ja, het is ongelooflijk, zie je het. Het is ongelooflijk. En als het zo blijft, dan hebben ze degradatie weten te ontlopen. Maar ja, ze zijn er nog niet, hè. Ze moeten het eerst nog maar eens zien vast te houden. Eens kijken of ze gevaarlijk kunnen worden uit de counter. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Wah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Nu snel eruit komen. Ze proberen een opening in de verdediging te zoeken en spelen de bal rustig rond. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag, wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Deze cijfers zijn veelzeggend. Het gaat hier gelijk op en zie het, ik vermaak me hier opperbest. We zien veel mooie aanvallen. Alleen zijn beide teams achterin behoorlijk kwetsbaar. En dat zal de coaches niet bevallen. Kunnen ze profiteren van deze pass? Hij weet te voorkomen dat die pass zijn eindstation bereikt. Dit maakt het afwezen in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Dikker. Goed geanticipeerd op die pass. Hij zit ertussen. Alle ruimte voor een dribbel. En nu wordt het oppassen. En met dat doelpunt nemen ze de leiding. Zeven doelpunten al in dit duel. 4-3. En daar zit hij gewoon goed tussen. En hij komt eruit met de bal. Ja, die zit er. Ratatatatata. De stand was al genoeg om degradatie te ontlopen. Maar een doelpuntje erbij, dat speelt toch lekkerder. Ja, ze kunnen nu eigenlijk de touwtjes wel een beetje laten vieren. Volgens mij is deze klus nu geklaard. We vervolgen het duel bij een monsterscore van 5-3. Zet verder door. Daar verovert hij de bal. Die tackle leidt tot een inworp. Die voorzet belandt in de 16, maar geen teamgenoot in de buurt. Hij let goed op en onderschept die paas. We hebben nog 15 minuten te gaan. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Gaat dit wat worden? Goed weggewerkt. Wat gaat hij nu doen? Dit ziet er veelbelovend uit. Door die verdedigende actie loopt hij de bal buiten de lijnen. Dikker. Het is maar goed dat hij die paas weet te onderscheppen. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Acht minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is.
Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Zou wel eens wat kunnen worden. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Bal ingeleverd bij de tegenstander. Er is een medespeler in de buurt. Bal over de lijn. Corner gegeven. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, die corner zeilt recht in de handen van de keeper. Bal gaat buiten. Inworp. Hij gooit de bal beroerd in. En de tegenstander zegt dankjewel. Hij lijkt helemaal op. Moe gestreden als hij is. Dikker. De vierde official geeft 2 minuten blessuretijd aan. Hij keek even of hij voordeel kon geven na die overtreding. Maar fluit alsnog. Kort genomen. Er is ruimte op de vleugel. Een steekbal door de lucht. Helaas komt er geen kans uit voort. Het fluitsignaal klinkt en de buit is binnen. Door de overwinning van vandaag hebben ze nog voor de laatste...
Prinsenpark in Parijs, de thuishaven van Paris Saint-Germain, ligt er schitterend bij vandaag. Wat een heerlijk weer voor een stevige pot voetbal. Hallo iedereen. Bonjour tout le monde. Mijn naam is Sierte Vos en de aantrekkelijke jonge man hier naast me heet Jeroen Gruter. En dit zou wel eens een cruciale wedstrijd kunnen worden in hun strijd tegen die dreiging van degradatie. Ik ben benieuwd. Hopelijk levert dat mooie beelden op. Hoi Siert. Ja, nou, ik denk dat we bij een club zijn die zich dit seizoen wel iets anders had voorgesteld. Hè? Maar dit is niet het moment voor bespiegelingen. Dit is niet het moment om bij de pakken neer te zitten. Er moet gewonnen worden. Als dat gebeurt, dan ontwijken ze degradatie. Dat is het grote doel op dit moment. Een inworp. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Nou, wat kan hij hiermee? Van de bal afgezet. Komt tegen een speler aan. Inworp. Dos Santos. Nu kan de voorzet komen. En de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. Bal wordt voor het doel gebracht. Hij neemt geen risico en beukt die cornerbal weg. Die paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Balbezit naar de tegenstander. Bal wordt in de vrije ruimte gedropt. En wegkans. Fucci. Hij had de openingsgoal kunnen maken zo. Ja, en dan zul je zien, hè, Siert, dat hij er zo dadelijk aan de andere kant wel ingaat. Goeie lop richting die aanvaller. Wat een actie van die verdediger. Ah, prachtig. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. En hij pakt die bal. Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg. Tja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat dan ook nog een keeper. Hè? En die levert puur vakwerk af. Hij is van de bal gezet. Er wordt voordeel gegeven naar die ingreep. En zo houdt de scheidsrechter het tempo in de wedstrijd. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. De doelman neemt geen risico en stompt de bal weg. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Maar als je die bal zo richt in de keeper speelt, ja, dan kan hij natuurlijk eenvoudig redden. Hier kunnen ze voorkomen. Bal blijft binnen naar die redding. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Dos Santos. Ze voeren de druk langzaam op bij de gelijke stand. Keeper redt en het spel gaat door. Wat gaat hij hiermee doen? Tackle in het eigen doelgebied. En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. Ruim baan op de vleugel. Maar ze raken de bal kwijt. Ja, kans voorbij. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou wel eens geel kunnen zijn.
goede actie. Het wordt wel een inworp. Ingeleverd bij de tegenpartij. Wat een slechte inworp, zeg. Nog steeds op weg naar het doel. Nu kunnen ze voorkomen. Goed verdedigd, dat schot. Goed van de bal gezet. Tsjech. Met geduld wordt er opgebouwd. Net op tijd ertussen. Zijn schot belandt ver naast het doel. En gassen langs de zijlijn. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij laat de verdediger achter zich. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Daar voorkomt hij narigheid. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Eén minuut extra speeltijd. Hij houdt de bal af. Na die tackle is hij de bal kwijt. Kijk, dat is goed onderschept. We gaan de rust in met nog steeds de stand van 0-0. Ze gaan met een gelijke stand de rust in. De vraag is nu, kan één van deze... We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Dat is een gevaarlijke steekbal. De tegenstander let echter goed op en kan ertussen komen. Onder druk gezet, pas op. Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. Hij schermt de bal af. Hollands. Tsjech. Op de vleugel voor een voorzet. Wat kan hij hiermee? En het gevaar is geweken. Ah, knap gedaan hoor. Nou, dit is een redding van de hoogste kwaliteit. Van zo dichtbij, ja. Schitterend. Hij trekt naar binnen. Hij weet het schot tegen te houden. Ach, en dan gaat het fout zoals het maar fout kan gaan. Het lijkt erop dat ze ook na deze wedstrijd niet veilig zijn. Of ze moeten nog twee keer scoren. Nou, dat zit er wat mij betreft niet echt in. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van de volgende wedstrijd weer proberen. Vandaag lukt het niet meer. Dit doelpunt komt eigenlijk voort uit het collectief druk zetten op de tegenstander. Want doordat er heel weinig ruimte is op het veld, raakt de ploeg de bal kwijt. Kan die worden overgenomen? Ja. En ontstaat die kans met als gevolg het doelpunt. Steekbal achter de defensie. Een leep balletje diep. Hé, hey, kijk, daar is de Brandaris. Oh nee, de gelijkmaker. Oh, zouden ze dan alsnog de wedstrijd kunnen winnen? Nou, als dat zou lukken, zie je het. Dan spelen ze volgend jaar weer gewoon in deze divisie. En degraderen ze niet. En dat zou een prestatie van formaat zijn. De bal weer heroverd.
Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Dit ziet er veelbelovend uit. Hij houdt het schot tegen. Jammer dat hij net te gretig was en daardoor staat hij buiten spel. Het was wel een mooie kans. Dag kijkers en hartelijk welkom vanuit Parijs. Kun je daar ook lezen, hè? Boven op die borden staat ook Ici, c'est Paris. Vanuit de voetbaltempel van Paris Saint-Germain, het Parc des Princes. Sierte Vos is de naam en samen met Jeroen Guter doe ik het commentaar vandaag. En wat een belangrijke dag kan dit worden in hun verwoede strijd tegen degradatie. Het vergt en een mooie kans. Redding, bal geklemd. Nguyen. Ze krijgen het balbezit weer. Komt er een doelpunt aan? Ja hoor, het lukt ze gewoon. Met deze stand staan ze er geweldig voor. Ja, fantastisch. Zie het, zo goed zelfs dat ze dan definitief degradatie weten te voorkomen. Maar ze zijn er nog niet. Het moet echt zo blijven en niet anders. Neemt hem kort. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Bal wordt voor het doel gebracht. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Hij zet al vroeg druk. Cruciale onderschepping in de handschoenen van de keeper.
Neuer. Snakes, steeds meer naar voren nu. Wordt dit de gelijkmaker? En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Niet meer aan de bal na die tackle. Nee, die kopbal levert geen doelpunt op. Hij werkt de bal net naast de paal. Hij timede wel goed. Die credits moeten we hem geven. Maar ja, uiteindelijk gaf hij hem net de verkeerde richting mee. Ze mogen de bal gaan ingooien. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Snakes levert hij de bal in. Ze staan weliswaar achter, maar laten zich niet gek maken. Er ligt ruimte voor de counter. Hij speelt hem diep. Hier wordt om de bal gestreden. Fox. Tegenpartij aan de bal. Sterke tackle hoor, op een mooie positie weer aan de bal. Dat moet toch lukken, deze bal? Cruciaal, een vrije trap vanaf deze plek moet toch gevaar kunnen opleveren, of niet? Deze vrije trap, dat is misschien wel dé kans om gelijk te maken. Mogelijkheden voor een counter. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Een kans van heel dichtbij. De speler blokkeert het schot. Netjes die bal weggewerkt. Balbezit naar de tegenstander. Fox. De verdedigers kijken toe hoe de tegenstander de bal rondspeelt. De verdediging blijft wel geconcentreerd. Gevaar is geweken, de bal is weg. Weet Snakes hier een kans te creëren? Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Hij gaat verder. Schot tegengehouden door de keeper. In het midden van de 16. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Kunnen ze dit snel uitspelen? Ze hebben die verdedigers achterin nodig. Een hele belangrijke verdedigende actie. En nu wordt het oppassen. Bal veroverd in de eigen 16. Hij houdt de bal af. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ze laten de bal rustig rondgaan op zoek naar de gelijkmaker. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Hij neemt de bal op de schoen. De hoekschop gaat nu naar Snakes. Die kopbal, die komt niet eens in de buurt. De bal, die zijn ze aan het zoeken op de parkeerplaats. Nguyen. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. En veilig weggewerkt. Goed gezien, jongen.
afhouden. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Bal naar het midden. Daar gaan we rusten. De scheidsrechter fluit, het is 1-0. Dan ga je lekker naar de kleedkamer. In de wetenschap dat je het beste van het spel hebt. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. En daar eindigt de aanval. Neuer. Ondanks de achterstand houden ze de bal geduldig in de ploeg. Net op tijd ertussen. Nu gevaarlijk worden. Blijft aan de bal. Fox. Cruciale onderschepping. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? Bal naar de andere partij. Fox. Komt er een mogelijkheid voor Snakes? Toch niet. De tegenstander heeft de bal veroverd. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Via een tegenstander komt de bal achter, dus we krijgen een hoekschop. Het gevaar wordt eruit gehaald. En daar zit hij gewoon goed tussen. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. En ze hebben de bal weer terug. Door de tackle gaat de bal uit, inworp tegen. Het andere team weer aan de bal. En we wisselen weer van balbezit. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Ja, vroeg druk zetten wordt hier beloond. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Snakes, steeds meer naar voren nu. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Ja, daar zit hij goed tussen. Sterk hoe hij die bal verovert. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Die bal wordt goed onderschept. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend.
in de loop gegeven. Een hele belangrijke verdedigende actie. Deze kan hij makkelijk pakken. Nou, wat kan hij hiermee? Net op tijd ertussen. Die pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Vrije paas die gevaar kan stichten. Komt-ie. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor. Die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Hoekschop komt voor. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Het zit er bijna op. Maar ze gaan nog een keer op jacht naar de gelijkmaker. Geen risico genomen hier. We zitten hier inmiddels in de slotfase en het ziet er goed uit voor ze. Want bij deze stand hoeven ze zich straks geen zorgen meer te maken om degradatie. Maar dan moet deze stand wel deze stand blijven. Ja, kijk, je zit de bal geraakt. En weer in het spel. Oei, het lijkt hier fout te gaan lopen. Nou ja, de vlag hoeft nog niet half stok. Maar jongens, we willen toch degradatie voorkomen, of niet? Ha, kom op zeg. Dit schiet niet op. Vandaag kun je je veilig spelen. Veilig. Maar ja, anders zitten we de volgende keer opnieuw met z'n allen. Hier is de kans op de voorsprong. Ja hoor, het lukt ze gewoon. Met deze stand staan ze er geweldig voor. Ja, fantastisch. Siert, zo goed zelfs dat ze dan definitief degradatie weten te voorkomen. Maar ze zijn er nog niet. Het moet echt zo blijven en niet anders. Simpel geblokt, dat schot. In de handschoenen van de keeper. Komt steeds meer naar voren. Bal op de paal. Koek, koek en weer terug het veld in. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. Oh, wat een goal. Een heel belangrijk doelpunt. En zo maken ze er eentje bij om nog zekerder te zijn dat die degradatie aan ze voorbij gaat. Ja, het is eigenlijk een kan en kruiken nu, hè. Het is helemaal in orde met deze stand. Het is een kwestie van houden zo. Aan mijn lijf geen Polonaise en ook geen degradatie. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Hij keert de bal vlak voor de doellijn. Wat een actie. Ja, goed verdedigd zeg. De doelman zal hem dankbaar zijn. Het fluitsignaal klinkt en de buit is binnen.